ga meestal gewoon naar buiten toe. En meestal als ik dan een boom zie, dan wil ik iets met een boom maken. Echt de meest malotige video die ik maak om te denken. Ik ga in een boom hangen met een enorme onesie. Ik bedenk het nu al helemaal en dan met een bepaald muziekje eronder. Musical.ly is eigenlijk een app waar je 15 seconden video's kan maken of langer. En het wordt nu eigenlijk gezien als een nieuw social media platform. Dus Instagram, Facebook, Twitter is allemaal een beetje oud. Nu, ja. Nu is Musical.ly aan de beurt. Ja. En het is super leuk en ik ben er eigenlijk mee begonnen 2 jaar geleden. En toen ben ik video's gaan maken die andere mensen niet deden. En dat vonden mensen heel erg creatief. En zo ben ik eigenlijk steeds meer gaan groeien. En dat vonden mensen heel erg leuk. Ik ga meestal gewoon naar buiten toe en meestal als ik dan een boom zie, dan wil ik iets met een boom maken. Echt de meest malotige video die ik maak om te denken. Ik ga in een boom hangen met een enorme onesie. Ik bedenk het nu al helemaal en dan met een bepaald muziekje eronder. Echt ja, ik weet niet, dat komt gewoon in me op en dan denk ik oké, ik ga het nu gewoon maken. Ik ga ook niks uitwerken, maar gewoon gelijk beginnen met filmen. Ik heb er nu 660.000, echt bizar. Zo. Ik denk dat ik heel erg speciaal ben, omdat ik video's maak die andere mensen niet doen. Dus ik verwerk ook wat special effects in mijn video's. En ik probeer zo malotig mogelijk te doen in mijn video's. En dat vinden mensen gewoon leuk om te zien. En die delen het dan ook weer op je Instagram en die taggen mensen erin. Dus dat vind ik alleen maar leuk. Ja, dat is heel erg grappig, want vorig jaar stond ik op het Tina Festival. En toen waren er misschien 15 meisjes die naar je toe kwamen om de half uur of zo. En dit jaar waren wij op het Tina Festival en toen konden wij gewoon niet meer normaal het park doorlopen. Dat was zo bizar. En om de 5 seconden werden wij wel weer aangesproken dat er weer een meet and greet ontstond van een uur. Dus dat was echt super grappig. Ja. Nee, ik vind het altijd leuk. Vooral gewoon, ze zijn allemaal zo lief en dan meestal zijn ze allemaal van, oh wow, dat is Sarah. En dan zit het allemaal zo lief. Ja. Nee, mijn familie vindt het allemaal heel erg leuk wat ik doe op dit moment. En ze zijn ook altijd heel erg enthousiast. En mijn vrienden doen zelf ook allemaal aan Musical.ly. Dus dat is heel erg leuk. Ja, ik ben gevraagd om auditie te komen doen. En dat heb ik gedaan. En toen waren ze heel erg enthousiast over. En toen ben ik teruggekomen voor nog een auditie. En toen kreeg ik in Spanje een belletje van ja, Sarah, we willen jou de rol geven van Vera. Dus ja, helemaal blij natuurlijk. Ik hoor bij het gezin de familie Slim, dus ik heb echt een hoofdrol in de film en dat is echt super leuk. Dat was ook echt mijn eerste hoofdrol in een Nederlandse speelfilm. Ja, heel erg, want Vera vlogt natuurlijk in de film en ik maak zelf ook video's. Dus op een gegeven moment komt ze een kijker tegen en dat, ja, dat herken je natuurlijk in je eigen leven heel erg. Dus ja, het is echt heel erg een rol die bij mij past en die heel erg dicht bij mij ligt. Dus dat is heel erg grappig. Ja, ik zeg gewoon vanaf ik klein ben, zeg ik altijd al tegen mijn ouders, ik wil actrice worden en ik word actrice. Dus ik ben eigenlijk echt mijn hele leven al bezig met entertainen. Dus ja, ik was altijd op het podium te vinden, tijdens school, musicals, tijdens wedstrijden, altijd. En ja, het komt weer terug, merk ik. Het is super grappig. Hoi en welkom bij Vera's fantastische bindingenvlog. Yes. Ik ga gewoon naar school. Ik krijg vaak de vraag, Sarah, ga je wel naar school? En dan is het van, ja, tuurlijk ga ik gewoon naar school. Ja. Maar ja, ik heb wel bijvoorbeeld vaak dat ik dingen moet afzeggen op mijn school. Of dat ik tenminste dat mijn management zeg maar, mij vrij meldt. En dat ik dan vrij krijg voor Musical.ly als het ware. Ik wil na mijn middelbare school graag een toneelopleiding doen. Want dat vind ik echt super leuk. En daar wil ik gewoon veel meer mee gaan doen nog. Maar ik heb zelf ook nog op de theaterschool gezeten, ongeveer 4 of 5 jaar denk ik. En dat vond ik altijd super leuk om te doen, maar ik wou gewoon verder met mijn carrière, dus daar ben ik gestopt eigenlijk. Ik denk gewoon dat het heel erg belangrijk is dat je gewoon jezelf moet blijven en gewoon zelfvertrouwen moet hebben. En als je ziet dat er een rol beschikbaar is of dat ze zoeken naar iemand, doe gewoon auditie en als het niet lukt, dan heb je ervaring opgedaan. En ga gewoon door met wat je doet, want het is alleen maar leuk. Ja, nou, ik wil echt heel graag nog verder met acteren.
En hopelijk kan ik later naar Amerika toe, want daar wil ik echt super graag studeren en daar meer met acteren gaan doen. En ja, hopelijk kom ik dan in een grote Netflix-serie. Ik ben echt een heel groot fan bijvoorbeeld van Riverdale. Echt, die acteurs, super tof. Of Pretty Little Liars, dat kijk ik ook echt. I love it gewoon, echt. Ik kan daar gewoon niet, ja, ik blijf dat gewoon echt altijd kijken. Dus echt, mijn droom is echt om in een vette serie te spelen. En dan het liefst ook nog wel echt een horror-serie. Dat vind ik echt super vet. Oh, dat is zo moeilijk. Ik heb echt zoveel leuke dingen meegemaakt wat ik nu allemaal mag doen. Ik ben met heel veel musicers op dit moment op stap met heel veel dingen. Dus we zijn laatst naar Walibi Holland geweest met allemaal musicers, dat echt super leuk was. Maar ja, ik speel natuurlijk nu ook weer in de familie Slim, wat ook echt weer super cool is. Dus ja, daar kan ik echt niet tussen kiezen. Ik maak echt veel te leuke dingen mee. Gewoon de film en met alle musicers. En ja, het is gewoon super gezellig allemaal. En wil jij nou 2 première kaartjes winnen voor de familie Slim? Laat dan even hieronder een reactie achter en tag jouw beste vriend of vriendin. En misschien zie ik jou wel op de première van de familie Slim. Doei!